Waarom heb je je club eigenlijk Annabel genoemd? Perron zat hier. Die moest weg. Andere club? Oude club. Inmiddels weer open. En Hans de Boy die zingt in het eerste couplet van zijn aanstekelijke nummer Annabel. We komen aan op een leeg perron. Dus de symboliek was snel gevonden. Mooi man. Hey, hoe belangrijk is deze tent voor jou? Ja. Op een gegeven moment hadden we een café en toen een club en toen een restaurant en een festival. En in Rotterdam wou een poppodium maar niet lukken. Dat ging stroef natuurlijk. Inmiddels weet ik ook waarom, want het is verdomd lastig. Dus het was een bucketlist dingetje. Alleen we hadden onderschat wat het wel niet kost en hoe hard werken het was. Maar we hebben het toch voor elkaar geschaft. En nu met corona heel spannend, hè, om het in leven te houden, ja, en tuurlijk, de finish van de crisis te halen. Hè? Zo. Ja, dat is nu eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja. Ja, want hoe zie jij de toekomst? Ik denk dat dat een hele moeilijke vraag is, omdat niemand perspectief kan geven. We hebben geen stip op de horizon. En ik denk dat we gewoon vol moeten blijven houden met z'n allen. Dat is het allerbelangrijkste. Niet opgeven, volhouden. En ook al ga je neer, je krijgt toch 10 tellen. Ja. En, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, hij is aan het aftellen nu. Want hoe is de situatie nu voor jou? Ja, heel lastig. Wij zijn van om en nabij 80 medewerkers naar 11 of zo gegaan. Zo. Ja, dus dat is wel echt... Hoe lang kun je dat volhouden? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik denk dat wel dat einde van het jaar dat het dan wel heel spannend gaat worden. En op een gegeven moment moet je ook zelf erkennen van hoe lang wil ik het nog volhouden. En laten we hopen dat er ergens eind dit jaar, begin volgend jaar, er een beetje perspectief is. Daar hebben we nu het meeste behoefte aan. Dan kan je een plan maken. Ja. En zonder een punt in de horizon kan je geen plan maken natuurlijk. Zullen we er even naartoe lopen? Ja, let's go.